Wist je dat 61% van de Belgische bedrijven hun groei plant? Maar bedrijven lopen hierbij tegen flink wat uitdagingen aan. Gelukkig kunnen zij hiervoor een specialist bij de arm nemen, zoals Stella P. Veel voorkomende pijnpunten bij bedrijven zijn dat ze te veel intern gefocust zijn, ze te veel worden opgeslurpt in operationele taken, waardoor er te weinig ruimte is om strategisch na te denken. Vandaar kan de raad van bestuur of raad van advies met externen ervoor zorgen dat je uit het operationele wordt gehaald, een helikopterview krijgt, een kritisch klankbord krijgt, waardoor je alleen maar als bedrijf klaar bent voor de toekomst. Wanneer ondernemingen zichzelf proberen op te lossen, gaan ze enkel maar verder in hun eigen gedachtenstroom. Ze kiezen mensen uit hun eigen netwerk, mensen die eigenlijk al op dezelfde manier denken en kijken naar ondernemerschap. Plus, een tweede gevaar is dat je ook alleen maar ja-knikkers mee aan tafel krijgt. En dat is net hetgene wat je wil vermijden. Je wil een kritisch klankbord en mensen die anders vanuit een andere invalshoek kunnen bekijken. Stella P. is gespecialiseerd in het samenstellen van raden van bestuur en raden van advies met externen. Wij bedienen een breed scala aan type bedrijven. Dat gaat van start-up tot beursgenoteerd en heel wat KMO's en familiebedrijven. Ik ben naar Stella P. gestapt omdat ik op zoek was naar een versterking als bedrijf, zijnde een raad van advies, een extern adviesorgaan waarin externe bestuurders zetelen. Liefst mensen die eigenlijk al een parcours afgelegd hebben, het parcours die wij met Aqualex in de toekomst willen gaan uitbouwen. Onze meerwaarde in het begeleiden van bedrijven die een samenstelling van een raad van advies of raad van bestuur nodig hebben, ligt voornamelijk in het feit dat wij 10 jaar ervaring hebben. We kennen de faal- en de succesfactoren van een goede advies- of bestuursraad. We zorgen ervoor dat bedrijven heel kritisch nadenken over welk talent wil ik op welk moment conform de fase van mijn groei aan tafel zitten hebben. De ambitie van Stella P. is niet enkel het samenstellen van raden van bestuur en raden van advies, maar vooral ook het verbeteren van de kwaliteit van die raden. Want uiteindelijk, als de kwaliteit heel wat beter is, doen ondernemingen het beter en is dat voor iedereen goed, ook voor de maatschappij.